Welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een celebrity talk video. Zoals je niet hebt kunnen zien, gaat het deze keer over de Flash. Tenminste, over de belangrijkste mensen van de Flash. Het zijn even kijken. 1, 2, 3, 4. 6 mensen, zeg maar. Dus echt de hoofdpersonen, zeg maar. Daar ga ik het over hebben. Ik heb de Flash nog niet af. Dus als je het wel af hebt, spoil je alsjeblieft niet in de comments. Dat vind ik niet leuk. Maar goed, dus ik zal zelf ook zo min mogelijk spoilers proberen te geven. En anders zal ik het op het aangeven. Maar alsjeblieft, ga niet voor mij het verpesten. Want ik ben nog maar bij seizoen 5 of seizoen 6. Seizoen 5. Dus ja, oké. Maar goed, we beginnen gewoon natuurlijk met natuurlijk de Flash zelf. En dat is namelijk Grant Gustin. Oftewel de Flash, Barry Allen. Maar goed. Hij heet eigenlijk Thomas Grant Gustin. Maar goed, ik snap dat je niet... Thomas is namelijk heel doorsnee. Dus ik snap het. Hij is geboren in Norfolk. Vraag me niet hoe ik dat uitspreek. Virginia. En op 14 januari 1990. Dus ik heb al een verjaardag gemist. Ik wist niet dat hij toen jarig was. Hij heeft er ook niks over gezegd op zijn Instagram. Dus het zal wel. Ik dacht, nou ja. Dus ik voel me niet schuldig dat ik het heb gemist. Het is meer gewoon dat ik denk, oei. Ja, wat is blijkbaar ook jarig. Maar goed, hij is bekend geworden door eigenlijk zijn rol in Glee, namelijk Sebastian Smythe. Daar speelt hij een warbler, een homo warbler, die probeert tussen Blaine en Kurt in te komen. Wil graag met Blaine aanpappen, Kurt is het daar niet mee eens. Gewoon drama, gewoon Glee is gewoon oprecht een van de beste dingen ooit. Maar goed, hij speelde dus ook in Glee. En daar was hij echt nog super jong, want dat was in 2009. Dus, nou ja, super, super jong. Het was gewoon, hij was daar nog jong. Laten we het daar... Ja, toen was hij... Nee, dat kan niet. 19, wou ik zeggen, maar... 1990. 2000. Ja, dan was hij 19. Nee, hij was niet 19. Dat kan niet. Nee, dat kan haast niet. Ja, nou ja, als het... Oké. Maar goed, en hij speelt natuurlijk Barry Allen... Oftewel ook wel de Flash in de Flash. Dus het was begonnen in The Arrow. Toen speelde hij, of eigenlijk in Arrow. Maar toen speelde hij ook gewoon Barry Allen, maar twee keer. En toen hebben ze toch besloten om er een losse serie van te maken. Namelijk The Flash. Dus ja, dus dat. Zijn moeder is verpleegster en zijn vader is docent. En hij is getrouwd en hij heeft een dochter sinds 2021. Hij is getrouwd in... Weet ik niet wanneer. Maar goed. Ze waren in ieder geval verloofd in 2019. Maar dan weet ik niet zeker of 2017 het zal. Maar goed, hij is in ieder geval... Hij is niet single meer. Nee, hij is gewoon helemaal getrouwd. Kind erbij. Huisje, boompje, beestje. Alles. Dus, gezel. Nou, dan gaan we volgende. Candace Patton is geboren in Jackson op 24 juni 1985. Dus dat is alweer een stuk ouder. Ze is Amerikaanse actrice natuurlijk. Oh ja, Grant Gustin, mocht je het nog niet weten, is een Amerikaanse acteur. Maar goed, hij kan ook, Grant Gustin kan ook zingen, kan ook dansen. Is gewoon, wat kan hij niet. Maar goed, Candace Patton heeft wel in ook meerdere videoclips gezeten van ook iemand die in de Flash zit. Maar die ga ik in deze video niet bespreken. Maar goed, ze is begonnen in 2004 als actrice in de televisieserie The Young and the Restless. Ken ik niet, maar... En ze is vooral bekend als... Iris West in The Flash. Dus oftewel de vrouw van The Flash. De vrouw van Barry Allen dus. En ik wil nu op een punt dat ik denk... Oei, dit is wel heel bizar. Ze waren haar in de serie. Want dan denk ik van... ik ga niks zeggen. Maar het is wel dat ik denk... Oké, die persoon is bijna net zo oud als jij. Maar oké. Dus dat heb ik over... Ik heb niet zoveel over haar gevonden. Ik ben ook niet zo heel erg groot fan van Candace Patton. Maar ik dacht... Hey, ze is wel heel belangrijk in de serie, zeg maar. Echt super, super belangrijk. Dus ik dacht, ik ga haar wel bespreken. Grant Gustin daarentegen is wel echt een van mijn besties gewoon. Oprecht. Ik hou van hem. Is niet te doen. Gewoon, ja, ik hou echt super veel van hem. Oké, volgende. Carlos Valdez. Maar zijn naam is dus heel erg bekend, blijkbaar. Want je moet ook echt actor bij invullen. Want anders vind je allemaal Carlos dat je echt denkt, wie is dit? Maar goed, hij is geboren op 20 april 1989. En hij is een Colombiaans-Amerikaans acteur en zanger. Hij kan dus ook supergoed zingen. Hij heeft meerdere, nou ja, meerdere. Hij heeft wel gewoon echt een supergoed liedje. Hoe heet het liedje? Open? Nee.
Ja, volgens mij Open Your Eyes, dacht ik. Maar ik luister het liedje kapot vaak en ik weet niet eens hoe het liedje heet. Maar ja, hij is supergoed. Het verbaast me dat hij niet in Glee heeft gespeeld. Maar daarentegen was er wel een musical-aflevering in The Flash. En daar heeft hij zeker, nou ja, eigenlijk te weinig, maar hij heeft zeker wel zichzelf laten horen in de musical-aflevering. Hele, ja, gewoon hele Glee, hoe zeg je dat? Hele Glee-reunie. Want Darren Criss zat ook in die musical-aflevering. En iemand van Supergirl, ik ben helemaal geen fan van Supergirl, maar die zat erin. En iemand van Arrow, dat was een slechterik, maar die was toen ineens goed en fantastisch, zeg maar. Dus ja, hij heeft zich zeker laten horen in die musical aflevering. Alleen had, vond ik dat het wel iets meer had gemogen. En een paar afleveringen later kwam er weer iemand van Glee. En dat vond ik ook super grappig. Dat was een of andere pestkop in Glee. En toevallig ook gay in Glee. Maar fantastisch. Ja, gewoon hele Glee-reunie. Ik vond het helemaal leuk. En trouwens, nog een ding. Mocht je Harry Potter fan zijn, ga alsjeblieft de Flash kijken. Want in de Flash komt namelijk Draco Malfoy. Hij heeft een heel klein minuscuul rolletje. Ik vond het heel jammer dat hij er nu uit is. Ja, dat ga ik zeg maar. Je moet niet verwachten dat hij er lang in zit. Dat hij superveel. Ja, ja, hij zit er wel in. En hij heeft wel bijna een heel seizoen erin gezeten. Alleen de manier waarop dat hij eruit is gegaan vind ik niet zo leuk. Want dat had iets beter gekund. Maar weet je, het is allemaal een beetje sad. Ik ben heel erg groot Harry Potter fan. Heel erg groot. Dus toen ik Tom Felton zag in als van Starring, toen dacht ik, oh mijn god. Nee, ik lees dit niet goed. Ik lees. Nee. Maar toen zag ik inderdaad Tom Felton en dacht ik, yes. Maar goed, helaas is hij eruit. Hij is niet doodgegaan of zo hoor. Maar hij is gewoon. Ze hebben gewoon gekozen om hem eruit te doen. Beetje jammer, maar goed. Over Carlos Valdez, weet ik veel. Maar goed, hij speelde Cisco Ramon. Ook wel vibe in The Flash. Maar goed, hij heeft dus krachten. Goed, dat is geen geheim. Hij heeft dus krachten met zijn handen en zo. Dat ziet er maar een beetje gek uit. En dan draagt hij dat zo'n gek brilletje. Maar oprecht leuk. Ik vind Cisco oprecht de leukste gewoon. Cisco, hij ging bijna dood. En toen dacht ik, ja, weet je, daar ga ik me niet over liegen. Hij ging bijna dood. En toen dacht ik, oké, als hij nu doodgaat, dan ben ik klaar. Dan ben ik, nee, dan ga ik dit niet meer verder kijken. Want ik kijk letterlijk voor Cisco. Dus, ja, oké. En hij heeft gestudeerd samen met Darren Criss. Dus dat vond ik extra leuk dat we dan ook nog een samen musical-aflevering hebben gedaan. Want Carlos heeft dus samen op school gezeten met Darren Criss. En Grant heeft samen in Glee gezeten met Darren. Dus superleuk. En ja, fantastisch. Oké, volgende. Danielle Pennebaker. Zij is denk ik wel een van de meest bekende, denk ik. Want zij heeft heel veel grote films. Nou ja, grote. Best wel veel grote films. En haar zusje is ook actrice. Grant Gustin is natuurlijk ook heel groot. Want ja, nou ja, tenminste. Nou ja, als ik zeg Grant Gustin, denk ik niet dat iedereen weet wie ik bedoel. Maar in principe, als je Glee hebt gekeken, dan weet je eigenlijk al wel wie ik bedoel. Maar goed, Grant en Danielle zijn het meest bekend, zeg maar. Dus, maar Danielle is geboren op 19 september 1987. Ze is Amerikaanse actrice, natuurlijk. Ze is vooral bekend als Caitlin Snow, oftewel Killer Frost in The Flash. Superleuk. Ik vind alleen Caitlin leuker dan Killer Frost. Want Killer Frost, ik weet niet, ik vind het een leuk personage. Alleen gewoon haar make-up, haar kleding past gewoon niet bij de actrice. En ik snap dat ze dat doen, want dat is natuurlijk, hè, je moet heel iets anders zijn. Maar ik vind het, zeg maar, ze heeft wit, zilverig haar. En ze heeft van zichzelf bruin haar. Dus het staat heel hard op haar gezicht. Omdat als je donkerder haar hebt en je gaat ineens heel licht haar doen, dan staat het gewoon, naar mijn mening, heel erg hard op je gezicht. Dus het staat er gewoon niet. En heeft ze ook nog van die hele zilverblauwige make-up op. En ik snap dat het bij de rol hoort. Alleen het staat haar gewoon niet. Het staat er gewoon niet. En dan denk ik, het is zo zonde. Want ik vind het zo zonde dat ze er eigenlijk gewoon een beetje voor lul loopt. Ja, nou ja, dat doe je sowieso als je actrice bent. Maar ja, ik vind het gewoon zonde. Want het maakt haar zo bitter. Maar ja, dat moet ook wel voor haar rol. Want Killer Frost is niet bepaald heel erg lief. Dus de naam zegt ook Killer Frost. Alleen, ja, het staat er gewoon niet. Als je op zoek Killer Frost en dan Caitlin Snow, dan snap je precies wat ik bedoel. Want zij heeft zulk mooi bruin haar van zichzelf. En gelukkig is ze niet 24-7 Killer Frost. Alleen,
als ze het is, dan denk ik, oh, meisje toch, wat staat dit jou lelijk? Ja, sorry, maar ik snap dat het nodig is voor een serie, dat je, hè? Maar goed, ja, het zilver haar bij iemand die donker haar heeft van zichzelf, dan denk ik van, nee, dat kan niet. Oké, maar goed. Kijk, als je blondine bent en je doet het ineens zilver, grijzig, dan is het aan het minder hard. Maar goed, ja, want als je ineens van bruin haar en je gaat op naar zwart, dan is het ook minder heftig of zo. Ja, dat, dit is nog steeds heftig, maar minder. Want ik heb een meid van mij in mijn klas, die had bruin haar vanzelf, heeft het nu zwart. Staat, het begin stond het wel hard op haar gezicht, maar nu inmiddels ben ik eraan gewend. En met Killervoss kan ik niet aan wennen, omdat ze twee persoonlijkheden heeft, snap je? Dus je ziet heel vaak haar met bruin haar, en dan zie je haar met zilver-wittig haar. En dan denk ik van zilver-grijzig haar, en dan denk ik van, what the fuck is dit? Maar goed, weet je, het is prima. Best. Maar goed, ze heeft ook een rol gehad in Grey's Anatomy. Dat wist ik zelf ook nog niet. En ze heeft nog veel meer series en films gedaan natuurlijk. Maar ook Piranha 3DD. Ze heeft volgens mij ook in... hoe heet dat ook weer? Friday 13 volgens mij heeft zoiets in... Dat heeft ze ook gedaan. En zeg maar Yours, Mine and Ours heeft ze ook gedaan. Dus, en haar zusje acteert natuurlijk ook. Dus dan... Ben je, ja, de naam komt dan bekend voor, dus ja, dat. En ze is getrouwd en heeft een kind. Volgens mij is haar partner dokter of iets met iets. Ja, in ieder geval had het ook iets over dat zij geheimhouding van hem, dat hij geheimhouding heeft en dat zij geheimhouding heeft als actrice. Dus dat ze elkaar dan niet vragen gaan stellen over het werk. Dus dat lijkt me heel moeilijk, maar goed. Volgende, Tom Cavanagh, weet ik veel. Is geboren in Ottawa, 26 oktober 1963, dus hij is de oudste. Ja, dat klopt ook. Oké, hij is Canadees acteur, hey, eindelijk een keer een Canadees. En hij is bekend als, door zijn rol Harrison Wells in The Flash, maar goed, hij speelt heel veel, hij heeft ook H.R. Wells, hij speelt Sherlock Wells... In ieder geval een Wells, zeg maar het is heel verwarrend, zeg maar. Zijn rol is, ik vond H.R. Wells tot nu toe het leukst. Omdat zijn humor, zijn gewoon, maar goed, die is weg kon loes. Maar ik vond, het is, zeg maar, zijn rol is het meest verwarrend. Omdat hij steeds andere personen moet voorstellen, maar het is steeds dezelfde acteur. En het heeft dezelfde achternaam en... I don't get it. Ik snap ook niet waarom ze hebben gekozen om het zo te doen. Ik bedoel, het is heel verwarrend. Maar goed, weet je, prima. Hij is getrouwd. Op Wikipedia staat dat hij 3 kinderen heeft, maar hij heeft er toch echt 4. Hij heeft 4 kinderen. Vraag me niet waarom hij denkt dat dat een goed idee is. 2 kinderen vind ik wel veel, maar goed, lekker 4 nemen. Maar goed, hij is dus getrouwd al sinds 2004. Heeft kinderen. Ja. Oké, laatste. Jesse L. Martin is volgens mij ook wel bekend. Ja, natuurlijk is hij bekend, maar... Ja, oké, geboren op 18 januari, dat was gisteren, kwam ik ook ineens vandaag achter. Dezelfde dag als Thomas. Maar goed, ik had toch taart gehaald, dus op zich. Maar goed, geboren op 18 januari 1969, is Amerikaans acteur en zanger. Nou, ik ben persoonlijk van mening dat hij beter niet kan zingen. Hij heeft ook gezongen in een musical aflevering, maar... Het is niet lelijk, maar ik vind het gewoon... Nee, stop maar gewoon met zingen. Het is net als wanneer, weet je wel? Nee, hij kan het beter maar gewoon met karaoke houden, denk ik. Dat is denk ik best. Maar het is niet lelijk, het is alleen meer... Ik kan het zelf niet beter, maar het is meer gewoon van... Het is geen zanger. Het is gewoon geen zanger. Het is een iemand met als hobby zingen. Maar niet als een zanger. Dus ik snap niet waarom ze hem een zanger noemen, want dat is hij niet. Maar vooruit. Of hij is nu toch echt wel echt zanger. Dat ik gewoon hele lange dingen zeg. Want ik gewoon zijn stem gewoon een graf lelijk vind. Maar nee, ik vind hem geen zanger. Ik vind hem meer gewoon een hobbyzanger. En dat is prima. Alleen, nee. Maar goed, hij speelt dus Joe West in The Flash. De vader van Iris West. Maar ook een beetje de vader van Barry Allen. Moet je maar de serie bekijken. Nou, niet een klein beetje, maar gewoon meeste. Gewoon echt groot deel vader van Barry Allen. Maar goed. Dat waren de mensen van The Flash. Mijn favorieten waren Grant, Carlos en Danielle. Danielle, Danielle. Zoals wij in Nederland zouden zeggen, Danielle. Maar goed. Ik vind die het leukst. Omdat ze... Ik vind ze heel erg leuk in het echt. En omdat ze gewoon heel erg leuk zijn in de serie. En dat zeg maar. Gewoon een heel leuk karakter. Dus...
Ja, dat was de video weer. Dat is echt een hele korte celebrity talk, bedenk ik me nu. Maar goed, dat is, zo kort heb ik het nog nooit gehad. Maar goed, ik zie jullie graag bij de volgende video. Abonneer zeker op mijn kanaal als je deze video leuk vond. Volg me op social media, staat allemaal in de beschrijving. En ja, nou, de andere YouTube-meuk, die ken je inmiddels wel. Like, subscribe, dat zeg maar. Dus, nou goed, tot de volgende.